Hey YouTube, mijn naam is Niels en je kijkt weer naar een Battlefield 3 video. Dit is het vervolg van mijn vorige Battlefield 3 video, zeg maar, dus hetzelfde gameplay, maar dan gaat het verder, weet je wel. Dat is het idee van een vervolg. Dus als je die video nog niet hebt gezien, gaan we dan nu kijken. Dus, ook een leuke video, natuurlijk. Ik bedoel, al mijn video's zijn leuk, weet je wel, en daar ben ik voor. Het is gewoon standaard, weet je wel. Als je naar mijn video's kijkt, dan heb je kwaliteit. Zo, daar ben ik voor. En wat was die sniper aan het doen? Die gaat me vandaag niet knijven. Sucks to be him. In deze helft zak ik alleen wel op een gegeven moment een beetje in. Dus dat is nogal jammer. Maar het gaat nog steeds vrij goed. Terwijl ik die gast daar neerschiet. Zo bruut. Ik vind al het bloed op de muur ziet er in Battlefield 3 zo vreemd uit. Weet je wel. Ik weet niet. Ik vind er gewoon maf uitzien. Ach ja. En ik heb nu eindelijk een half onderwerp. Terwijl ik een zwevend wapen zie. Doodnormaal. Een onderwerp. Wat vinden jullie van Modern Warfare 3? Nou, ik weet dat dit gesprek kan een hele hoop haat opleveren. Maar wat mij betreft mag je zelf kiezen wat voor spel je leuk vindt. Dat kan me echt niet boeien. Zolang jij het maar leuk vindt, toch? Maar wat vinden jullie er nu van? Want ik ken ook wel gewoon een paar mensen die Call of Duty eerst helemaal geweldig vonden. Ik zelf ook. Call of Duty eerst ook geweldig. Ik speelde ook Battlefield. Maar ook Call of Duty vond ik ook geweldig. Meer Call of Duty speelde ik toen. Want ik was heel slecht in Bad Company 2. Echt heel slecht. Dat is tragisch. Net zo slecht als ik nu in Counter-Strike Source ben. Mijn god. Ik heb het spel gisteren gekocht. En ik ging spelen. Het was echt... Het was diep tragisch. Serieus. Hè? Ik denk dat ik een video misschien... Ik weet niet zeker. Zometeen ga opnemen van mijn tweede keer ooit spelen. Dan kunnen jullie zien hoe slecht ik ben. Dat is echt diep tragisch. Dan maak ik een highlight video of zo. Dat klinkt wel leuk. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Yay, goed idee. Hier heb ik de G17 suppressed. En ja, ik gebruik daar een tactical light. Ik weet eigenlijk niet waarom ik die aan heb. Staan op mijn pistool. Ik weet niet, maar ik switch nu sowieso naar de G17C suppressed om even uit te testen. Ik weet niet, ik kan er niet heel goed mee schieten. Maar dat zal wel, weet je. Ik ben gewoon niet helemaal goed spellen. In schietspellen, maar ja. Ik begin wel duidelijk beter te worden, dat merk ik wel. Tenminste, het was een beetje na deze gameplay dat ik beter begon te worden, zeg maar. Maar ik merk nu echt dat ik echt beter ben geworden in het spel, zeg maar. Oh god, is dit punt? Ja, dit is echt... Dit is diep tragisch, het is schietgevecht hier van mij. Ook van hem. Oh, dit was hem niet. Oh, hier eindigden we allebei dood blijkbaar. Oké. Dat zal wel dan. Maar dat is Modern Warfare 3. Wat vinden jullie ervan? Want ik ken genoeg kinderen die eerst helemaal Call of Duty fan waren. Maar nu er ook echt gewoon een hekel aan hebben. Gewoon omdat Modern Warfare 3 is... Ja, er zitten zoveel fouten voor zover ik heb gehoord in. Ik heb het zelf niet gespeeld. Na Black Ops dacht ik, nee, dat is wel genoeg. Ik hoef niet nog een Call of Duty. En toen zag ik Battlefield 3 video's en toen werd ik helemaal Battlefield 3 fan. En dat ben ik nu eens aan het spelen. Ik weet niet, ik vind Battlefield 3 er zo mooi uitzien. Daarom ben ik deze en mijn vorige Battlefield 3 video trouwens in de hoogste kwaliteit aan het opslaan. Waar ik in kan opslaan. Zodat je ook gewoon kan genieten van die kwaliteit als je internet snel genoeg is. Mijn internet is niet snel genoeg. Maar, tenminste op het moment niet. Normaal wel, zeg maar. Vrij snel internet, daar ben ik blij mee. 50 MB down en dan als het goed is 5 MB up. Dus dat is heel goed, zeg maar. Dat is ongeveer het hoogste wat UPC levert in een standaard pakket zonder dat je de extra dingen bij gaat kopen. Want ja, we hebben UPC en daar ben ik eerlijk gezegd niet heel blij mee. Dus nu is het internet de helft van de snelheid die het moet zijn. Dus ik heb ze even getweet erover. En ik keek gisteren nog even op hun Twitter. Blijkt dat ze 5 dagen achterlopen met reageren op tweets. Hoe krijg je dat voor elkaar? Zijn er zoveel mensen met problemen hier op PC? Dat is echt gewoon diep tragisch eigenlijk. Ach, dat is al... Het is toch altijd beter dan een Ziggo help service. Tenminste, voor zover ik heb gehoord. Die heb ik ook nooit gebeld. Maar dat is blijkbaar zo. Dan bel je en dan zit je een half uur te wachten totdat je iemand aan de lijn krijgt. Tenzij je natuurlijk een vaste gebruiker bent, dan gaat het sneller. Maar dan moet je het eerst zoveel jaar hebben gebruikt. En dat gaat een beetje moeilijk als je geen support krijgt af en toe.
Dus dan zit je een half uur te wachten. In dat half uur vragen ze ook nog geld, als het goed is. Ik ben niet helemaal zeker, maar dat is wat ik gehoord heb, zeg maar. Dat is een beetje... Terwijl die gast gewoon een hele coole pirouette doet en doodgaat. Dat vind ik wel leuk, hoe mensen sterven in het spel. In Call of Duty is... Ik bedoel, het is niet echt slecht, maar het is gewoon die kleine dingen, weet je wel, een beetje jammer zijn. Want in Call of Duty heb ik altijd gemerkt, ze gaan altijd op dezelfde manier dood, zeg maar. Dat is al voorgeprogrammeerd. Hier zit er vaak nog wel gewoon physics achter, weet je wel. Dus je valt wel op een speciale manier. Hangt er een beetje vanaf hoe je geraakt wordt en waar je geraakt wordt of je geramd wordt. Ja, dat vind ik nog een beetje sneu aan Battlefield. Ik hoop dat ze dat echt gaan fixen. Als je geramd wordt door een voertuig. Heb je dat ooit meegemaakt? Tenminste, als jij iemand ramt met een voertuig, dan blijft hij half in je voertuig hangen, weet je wel. En dan hangt hij erachter ineens of zo. Het is echt zo'n what the fuck moment. Wat doet het erin, weet je wel? Het is gewoon onlogisch. Maar spelen jullie trouwens Modern Warfare 3? Want ik was misschien eerst heel misschien van plan toch te gaan kopen. Echt heel misschien. Maar de field of view, zeg maar dus... zeg maar als je recht vooruit kijkt, hè, dan kan je toch ook dingen links en rechts van je zien, hè? Dat is zeg maar je field of view. Gewoon je gezichtsveld, zeg maar. Dus je kan een beetje naar links en naar rechts zien. Maar in Modern Warfare 3 is dat zo laag gezet. En dat kan niet echt omhoog meer. Maar dat staat dus zeg maar zo laag. Dat het net is, weet je wel. Je ziet toch af en toe van die paarden. Met van die kappen voor hun ogen. Weet je wel. Zodat ze niet naar links en naar rechts kunnen kijken. Zodat ze niet bang worden. Zoiets is het, zeg maar. Dus je kan dan gewoon alleen maar recht vooruit kijken. En niet ook nog een beetje links en rechts van je. En dat kan echt serieuze hoofdpijn veroorzaken. Zeker op computer als je dan zo dicht bij het scherm zit. Dus daarom doe ik dat. Daarom speel ik het vooral niet. Dat is echt. Want ik wil niet een spel spelen waarmee ik hoofdpijn krijg. Maar het is ook niet te veranderen, zeg maar. Tenminste, er zijn wel een paar programma's wat het dingen. Maar om dat te doen. Maar niet in het spel zelf. En dat vind ik gewoon slecht. Maar dat doen ze, zeg maar. Omdat PlayStation 3 en alles. Weet je wel, die worden nu. Die zijn nu al een aantal jaar oud, weet je wel. Dus. Die zijn niet meer in staat om te kunnen doen wat een goede computer kan, weet je wel. Dus dan zetten ze de field of view lager. Waardoor ze de PlayStation of de Xbox dus minder hoeft te laden. En dus. Jezus, dat was echt. Faal spawn, maar goed. Oh wacht, ik werd gerevived. Faal revive, hè. Jee. Reloading. Dat is wel een duidelijk teken van een noob als hij me niet kan neerschieten terwijl ik aan het herladen ben. Maar goed. Maar dus ze zetten de field of view dus lager. Zodat de PlayStation of Xbox minder hoeft te laden. En dus hun spel wel aan kan. En. Ja, dat. Ik bedoel, voor een PlayStation of Xbox maakt het niet echt uit. Want dan zit je toch zo ver van de scherm af. Maar. Ik ben gewoon een computergamer. Weet je wel, ik speel alles op de computer. Want dat vind ik. Ik weet niet, dat vind ik gewoon fijner spelen. Een muis richt altijd beter dan een controller. Dat is gewoon standaard zo. Er zijn natuurlijk wel mensen die beter zijn met een controller dan met een muis voor hun. Maar als je evenveel zou oefenen met een muis als met een controller, dan zou je met een muis gewoon preciezer kunnen richten. Omdat je die met je handen vat. Weet je wel, dat is gewoon. Dat, ja, ik weet niet. Dat is gewoon preciezer dan met een controller. Het is eigenlijk ook wel vrij logisch. Maar... Ik bedoel, de controllers hoeven niet slecht te zijn. Maar je bent er gewoon altijd minder precies mee. Ja. Dat is een feit. Oh, ik had sinaasappelsap moeten drinken. Ik ben niet meer zo druk. Ik weet niet wat ik ineens heb met sinaasappelsap de laatste tijd. Nou, ik heb ook wel met brownies. Oh, brownies en sinaasappelsap. Tenminste, ik kijk video's... Oh my god, Claymores! Ik kijk video's van Nick Bunyan. Dat is een andere YouTuber die ook Battlefield 3 video's doet. En die is ook helemaal brownie verslaafd. En sinds ik zijn video's kijk, heb ik ook steeds meer zin in brownies de hele tijd. Dus mijn brownie verslaving is zeg maar ontwaken. Dat is het woord dat ik zoek. Toch? Vast wel. Ik weet het niet. Whatever. Who cares? Crack cares. Oh, reference. Jullie hebben waarschijnlijk geen idee waar ik het over had. Tenzij ook allemaal vreemde
gewoon misschien. Als je nog weet waarvan dat is, respect er. Greg cares. Oh god. Dat is zo vreemd. Oh, hier. Dit is het sneuwste vuurgevecht ooit. Eigenlijk had ik dit in moeten sturen naar top 5 plays van Big Muni. Dat was wel... Dan was hij er sowieso wel ingekomen. Had ik op Machinima gekomen, weet je wel. Want dit is wel echt een top 5 play. Hij probeert ook nog ondertussen iemand met neer te schieten met zijn raketwerpen. Oh. Ik mis hier zo dramatisch. Het is gewoon echt... En dan sterf ik. En die gast die kon hem dan niet eerder knifen. Weet je wel, die... Of hem gewoon neerschieten, zodat ik niet hoefde te sterven of zo, weet je wel. Daar kan ik echt niet tegen als mensen dat doen. Dat is echt dood irritant. Ik bedoel, ik knife ook wel eens. Maar dat is als ik dan toch al achter hem sta, weet je wel. Nou, dan steek ik hem ook maar meteen neer. Ja, maar het zal wel. Weet je, het is oké. Okay. Het is maar een spelletje. Oké, ik begin nu helemaal vreemd te doen, zeg maar. Omdat ik niet meer weet waar ik over moet praten. Terwijl ik hier de laatste kill krijg. Oh ja. Yeah. Ik ging 31 om 16, dacht ik. Ik kan nu niet lezen vanaf hier. Dus ik stond niet eens. Ik zat gewoon in het midden van het scorebord. Weet je wel, er waren mensen die nog stukken beter deden. Daar zit ik pas op level 19. Dat zit ik nu ook nog. Maar goed, op mijn level 20, ik weet niet meer. Sneu toch. Ik speelde dit spel niet zo heel veel. Dat is een beetje dom van me. Whatever. Ik heb nu echt een hele droge keel om na 10 minuten lang praten achter elkaar. Dat is wel het nadeel van als je dit doet. Weet je, dat is leuk om te doen, maar als je 10 minuten achter elkaar praat, dan wordt het gewoon vermoeiend. In ieder geval, mijn naam is Niels. Tot de volgende keer. Peace. Ik ga mezelf hier toch even moeten verbeteren hoor. Ik zei net vermoeiend, maar ik bedoel natuurlijk droge keel. Dat is een geval van mij. Blah. Als ik praat, dan denk ik af en toe niet na. En ik ben nu gewoon weer in een zwart scherm aan het praten. Wat mooi. In ieder geval, tot de volgende keer. Peace. Mijn naam is Niels. Blablabla. Bla, bla. See you later.